Goedenavond. Heavy metal. Honderdduizenden liefhebbers en nauwelijks op de radio te horen. Vandaag in Impact het verslag van Hans Polak uit de oorverdovende wereld van lang haar, zwarte t-shirts met ijzerbeslagen leren jasjes, tatoeages en satanische teksten. Dit alles lijkt erop gericht te zijn om de gewone burger af te schrikken, maar hoe hard is eigenlijk heavy metal? Je kon ziek worden. Wat voor ziekte? Noemen ze echt een typische ziekte? Scheerbuik. Niet scheerbuik, maar scheurbuik. Oh. Doe, je kan natuurlijk je buik wel scheren, maar dat was niet de bedoeling in die tijd. Scheurbuik. Wat was de oorzaak van scheurbuik? Wat is dat? Geen vitamine. Niet genoeg vitamine. Ik wilde optreden, ik wilde op een podium staan en mij uiten naar het publiek toe. En ja, dat was best wel een vorm van exhibitionisme. Het ego-strelende dat je op zo'n podium staat en je zingt je lied en je steekt die microfoon uit. En mensen zingen mee en kennen de tekst, dat is heel leuk. Maar voorlopig blijf je nu nog de zingende schoolmeester. Ja. En ik heb ook nog steeds een band, alleen is die niet compleet. We zijn met z'n twee overgebleven en we doen audities. Onder andere met Barend en met Gordon. En ondanks dat, ondanks het contract, ondanks goede muzikanten, valt het nog niet mee om die band compleet te krijgen. Nee. De malaise in het hardrock circuit en de teleurstellingen die de meeste mensen reeds hebben meegemaakt, laten we wel zien dat het moeilijk is gewoon om met elkaar te blijven spelen. Maar zijn er te veel bands? Er zijn geloof ik 80.000 bandjes in Nederland, ja. Waarvan er ook heel veel gewoon onder de prijs spelen, dus wordt gewoon de markt gewoon verpest. Wij zijn antropomorf, ja, we komen kaartzuivel. En wat spelen jullie? Een soort dead metal met mijn hardcore invloeden. Dus meer niet snellere tempo, maar meer ook swingstukken erin. Maar de teksten, waar gaan die over? Ja, dat moet je eigenlijk aan de zanger vragen. Dat zijn al necrofiliese teksten, zijn dit. Necrofiliese teksten, ja. Zegt u niks? Ja, ik had het met zijn fantasieteksten meer over de geinen, over lijken, seks met lijken en alles, dat soort. Had je wel seks met lijken gehad? Nee. Maar, dat ben je ook niet van plan. Nee, dat is niet mijn droom. Nee, liever niet. Ja, nee. Waarom schrijft u dan over? Politiek in sim niet. En mijn mening wil ik aan niemand anders opdringen. Dus het is gewoon amusement, fictie. Niks anders. Hoe heet jullie band? Optruncation. Wat betekent dat? Dat betekent een gruwelijke wijze van onthoofding. Dus is dit gezelschap geven. Je moet het niet horen, vind ik, als je slecht geslapen hebt of wat dan ook. Want als je dit uur achter elkaar hoort, dan krijg je er een weeggevoel in de maag. Je ziet dus dat het zowel qua muziek extreem is als qua tekst.
Want teksten gaan dus inderdaad over onder andere foetussen die opgehangen worden en dergelijke. Maar het is heel frappant dat deze zeer extreme muziek zo populair geworden is. En dat is natuurlijk des te meer verpand, omdat, wat ik al gezegd heb, je het echt nooit op de radio zult horen. Behalve dan enkel hard rock programma. Maar ook bij MTV zie je het natuurlijk nauwelijks. Zij kent geen schaamte voor haar hartstocht. Top 9 uur, grenzeloze herrie met Mirella. Dit is Bad Girl! Hallo, hoe is het met jou? Met mij gaat het goed. Het is wel een beetje puinzooierige week geweest, want ik heb net een verhuizing achter de rug. Maar het was een leuke week, want ik ben naar het Faith No More concert gegaan. En dat was zo verschrikkelijk gaaf. Daar zometeen meer van. Dit is 11 Pictures en Insane Alone. In de ether heb je alleen op Radio 3. Ja, het programma. Ja. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat zo weinig aandacht is voor hard rock? Daar kan ik alleen maar naar gissen. Ik kan daar niet echt het antwoord op geven. Maar ik denk dat er niet veel omroepen zijn die het aandurven om echt een keihard programma met keiharde muziek neer te zetten. Want? Want geld. Je weet nu op dit moment zeker dat house muziek heel goed verkoopt. Dance verkoopt heel goed. Dus als je... Maar dat is er geen publiek voor hard rock? Zeker weten, heel erg veel. Ik denk dat als je 24 uur per dag hard rock zou draaien, dat je ook heel veel luisteraars zou hebben. Hard rock heeft gewoon een slechte naam. Agressief en dat soort dingen. Een hoop mensen hebben gewoon heel veel vooroordelen over de hard rock. Die denken ook dat er regelmatig knakpartijen zijn en... dat het allemaal heel agressief volk is en dat ze niet nadenken en weet ik het allemaal. Je hoort er van alles over. Terwijl de meeste van die luids hebben vaak nog een goede opleiding, hebben werk. En wat ik al zeg, ik heb hier nog nooit meegemaakt dat hier een knakpartij is geweest. Ik denk dat het vooral uiterlijk is. Ik bedoel, hardrockers zien er misschien wat dat betreft agressief uit. Ze hebben lange haren, tatoeages, leren jassen met punten erop en noem het allemaal maar op. En ja, ik denk dat het... In de ogen van de maatschappij gewoon heel agressief overkomt. Ben je een hardrock fan? Nee hoor, absoluut niet. Nee. Wat komt hier dan doen? Ik kom mijn zoon ophalen. Die is wel een hardrock fan, begrijpt u. Hij probeert uw zoon niet van achter te brengen? Nee, dat niet. Nee hoor. Op dit moment is dat voor hem fantastisch. Begrijp ik u? Zie het ook. Aan zijn bewegen en... Volgens mij heeft hij 7 uur aan één stuk helemaal vooraan staan en te genieten. Ja, denk ik. Maar wat vindt u van de muziek? Wat vindt u van de muziek? Ik vind het te hard. Ik vind de teksten ook vaak niet leuk. Wat moet ik er meer van zeggen? Ik heb er nou een kwartier binnen gestaan. Het dreunt me door mijn hele lijf. Ik vind het niet prettig. Nee. En wat is het verschil nou tussen hard rock en heavy metal, of is dat hetzelfde? Eigenlijk komt hetzelfde neer, alleen dus zodat men in de jaren 70 van hard rock sprak en men in de jaren 80 van heavy metal is gaan spreken. En in die tijd is de muziek ook wel een beetje veranderd. Je zou kunnen zeggen dat in de jaren 80 de heavy metal veel harder en sneller geworden is eigenlijk. En de hard rock, waar men in de jaren 70 van sprak, dat was meer bombastische muziek. Het is heel eigenlijk een fan van metal. Ja, heel erg. Weet iemand die de term heavy metal introduceert heeft gebracht? Een Amerikaanse popcriticus die al enige jaren dood is. Enig idee? De meneer Lester Banks. Die heeft die term geïntroduceerd. En dat was eigenlijk niet positief bedoeld. De term heavy metal, dat gold echt als crap. Het was, vond men in die tijd, eigenlijk heel simpele
debiele muziek, zou je kunnen zeggen. En enige jaar daarna is daar verandering in gekomen. En dat was vooral onder invloed van de punk. Heb je enig idee waarom bijvoorbeeld Oor geweldig enthousiast was over de punk? Dat was dus net als hard rock lawaaierige muziek. Omdat sociaal Oor eigenlijk geëngageerd was. Ja. En maatschappijkritisch. Ja, dat had dus inderdaad een soort maatschappijkritisch imago. Terwijl hard rock eigenlijk vind ik een soort hedonistisch imago. Genot zoeken zonder enige maatschappijkritische pretenties. Waar gaan die nummers over? Tegen het leven bij ons uit de buurt. Saai, doorsnee, gemiddelde leven wat iedereen leidt. Wij houden van harde muziek, misschien anti-religieuze teksten en gewoon zware heftige muziek. De meeste mensen kunnen zich daar niet in vinden en wij vinden dat juist een goede vorm van agressie. Dan raak je daar kwijt en niet op straat en dan sloop je niks, zeg maar. Maar death metal of hard rock gaat er eigenlijk over, hè? Je afzetten tegen je omgeving, een beetje protesteren. De vorm van volwassenwording, toch? Ja, nou, ik ben al lang volwassen, maar daar gaat het niet om. Nee, denk ik niet, hoor. Nee? Dus harde muziek, er horen ook harde teksten bij. Nee. Harde muziek, harde teksten. Ja, ik vind het moeilijk. Hoe harder, hoe beter. Marco Borsato tekst op muziek van ons maken, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, Marco Borsato, dat is toch ook... Dat is ook een rebels. De meeste dromen zijn bedrog. Nou, hij zingt dat ook. Je kunt geloven in de liefde en wat dan ook, wat je wilt, maar de meeste dromen zijn bedrog. Wel? De realiteit van het leven is al anders dan 's avonds in bed liggen te gelen of zo. Ik bedoel, wat is dat, de realiteit van het leven? Ja, dat weet ik niet. Maar gewoon maar wat doen. En in ieder geval niet denken dat het ooit beter wordt of zo. Hey! Klachtenbed! Allemaal! Proppeltje! Ik zit niet op spot of zo, dus. Mag jij ook meteen? Wel, vond ik mooi. Warm en hard. Ben je nou een echte fan van Altar? Ah, ik vind het wel leuk. Ja, mij gaat het niet zo om de inhoud van de teksten, maar mij gaat het meer om de muziek. Ik ben zelf 8 jaar lid geweest van drumkorps. Ik kan er nou weer een paar weken tegenaan, hoor. Ik hoef geen bushaltes meer te slopen of wat dan ook. Ik ben blij nu. Al mijn agressie is weg. Ja. Aan de ene kant heb je de meer melodieuze hard rock. Waarvan het curieus is dat het vooral meisjes zijn die er heel erg van houden. Weet jullie voorbeeld van hedendaags melodieuze hard rock? Voor een Bon Jovi. Ja, voor een Bon Jovi kan je zo afvragen of de volgende hard rock
precies. Je zou kunnen zeggen, dit is hard rock die je ook nog wel eens op Radio 3 pleegt te horen. Met programma's als Arbeidsvitamine bijvoorbeeld. En daarnaast heb je de veel hardere heavy metal, zoals thrash metal, speed metal. Dat wordt eigenlijk bijna uitsluitend gewaardeerd door jongens. En dit leugen zou je dus kunnen zeggen veel meer tegen de echte mainstream pop aan. En dit is natuurlijk veel meer extreem. Ik maak soft rock, geen hard rock. Vroeger stuurde ik een demo op en dan was het te hard. En nu stuur je een demo op, ja meneer, het is veel te soft, wat wilt u nou? Die jongens willen het. Je maakt dus gewoon een beetje hard rock van die 10 jaar geleden. Ja, jaren 80 rock, maar het is nog steeds populair. Aerosmith heeft de ene hit naar de andere in Nederland gescoord. Bon Jovi scoort aan de loop van de band. Maar je ziet nieuwe bands, het is allemaal harder en extremer. Maar ja, die zijn harder en extremer, maar scoren geen hit, trekken geen kuip vol. Ja. Ik werk in een archief of een ministerie. En op mijn werk, ach. Iedereen heeft zijn eigen favoriete muziek. En als ik in een achterarchief sta, kan ik gerust een bandje opzetten met mijn eigen hart erop. Dat doen jongens met hun muziek ook, dus. Hard rock, dat is van mij van Status Quo tot Slayer. Er zijn zo ontzettend veel soorten in. Het ligt er net aan wat voor stemming, wat voor muziek je opzet. Ik kan me uit in hard rock. En ik voel me doodongelukkig als ik bij een house party terechtkom, want dat volg ik niet, dat snap ik niet. Ik hou niet van dat hele negatieve stijl van hard rock. Ja, het is zo divers. Er zijn zoveel mensen, zoveel stijlen. Het is ook een mannenwereld, hè, die hard rock wereld. Een beetje. Ja, over het algemeen wat op de planken staan zijn mannen. Je hebt wel uitzondering, zelf vrouwenbands. L7, Oude Runaways, Madam X, meer van dat soort bands. Maar inderdaad, bij definitie zijn het hoofdzakelijk mannenbands. Je ziet dat zangers zich heel sterk als een haantje op het podium gedragen. En wat je daarbij ook ziet is dat de vrouwen, voor zover ze al bij heavy metal groepen meedoen, eigenlijk een heel traditionele rol hebben. Je ziet dat er voor vrouwen eigenlijk maar 2 rollen weggelegd zijn. Of one of the boys, dus ook stoere kleren dragen, leerjacks en dergelijke. Of een beetje het stoeipoesje. Maar voor geëmancipeerde vrouwen is bij heavy metal eigenlijk weinig ruimte. Ja, maar dat vind ik zo verschrikkelijk een dooddoener. Ik bedoel, ik ren ook al 15 jaar rond in het hardrockwereld en ik heb er zelf persoonlijk nooit geen moeite mee gehad. Ik heb mezelf wel kunnen manifesteren. En ik voel me niet dat ik echt een speciale rol toebediend gekregen heb van jij bent maar vrouw, dus jij luistert. Nee hoor, heb ik helemaal geen moeite mee. Ik heb nooit ook meegevallen gemerkt. Maar het is wel een beetje macho gedoe, of niet? Ja, het komt heavy en stoer over, maar je hebt ook heavy en stoere meiden. Ik bedoel, ja, dat is dan ook wel macho of macha. Ik rij op motor en dan ga ik dan zomers ook mee op de naar concerten. Dat ziet er dan ook heel stoer uit als je in leren hier, als je zo van zo'n groot ding afstapt. Dus ja, misschien is dat ook een macho. Beschouwen jullie jezelf als groepie? Ik denk dat er veel verschillende dingen zijn. Tenminste, verschillende mensen die anders denken over het woord groepie. Maar wat moeten wij onder verstaan dan? Nou, sommige mensen is het gewoon van ze zijn handtekeningen, ja, zijn groepjes. De ander is het van ze gaan ermee naar bed en zijn groepjes. Dus iedereen verstaat wat anders. Maar is het wel eens voorgekomen dat jullie seks hadden met een muzikant van een hard rock band? Ja. Ja? Ja. Well, so, we're back. Meet and what? And greet. Greetings. Greetings, everyone. That's right, greetings. So who is everyone here? Hi, Lila. Chris, nice to meet you. Hi, Tanya. Tanya, nice to meet you. Your hands are so cold. Have you been standing outside for a while? Yeah. It takes 3 coming through the door, so. So have you guys ever seen a Queensryche show before? No. I think so, once. Once and never. No. Oh, with the you won't be disappointed. We have a very special John show Bon tonight. Jovi? That's right. We did play years with John Bon ago. Jovi years ago. Yep. We are here for a grand total of about 4 hours. Yeah, wow, it's a quick trip. It's like boom, we are here, and we say hi, then, huh? And we hang out with everyone, and we play a show, and then we're out of here and rolling. But tonight at the Ahoy.
tonight will be a very special rock show. We haven't been here in a long time. Er zijn zoveel mensen die gewoon 9 tot 5 job hebben en gewoon aan hun carrière bouwen. En als er een concert is, spijkerjasje aan over de leren jas. En hoppa, we gaan naar een metalconcert. Ik bedoel, en dan zijn ze opeens helemaal. Ja. Te metal. Het is niet de eerste keer dat ik ze zie. En iedere keer is weer een openbaring van wat ze live presteren. Je gaat er een op de syndroom. Soms gaat het optreden eigenlijk heel snel. Dan gaan deze zaallichten aan en is ah, het is afgelopen. Wat jammer. Ja, zo langzamerhand is het gewoon een soort levenswijze. Je voelt je er lekker in thuis. En ja, iedereen probeert toch de dingen te doen die hij leuk vindt. Maar het is ook een soort fantasiewereld waarin je je begeeft. Ja, zeker wel. Ik denk ook dat je dat moet hebben. Ik bedoel, de wereld is al zo hard. Vinden jullie die hardrockers ook wel als mannen interessant? Lange haren vaak, hè? Nou, als je kijkt wat er gemiddeld als publiek staat, die echt bier stinkend, zweet stinkend, metal. Nee. Nou, kijk, als er een leuke band is en ik zie een videoclipje en er is toevallig een lekkere man, hè, is dat helemaal niet slecht. Ik bedoel, dan staan we ook rustig te kijken en tijdens het liveconcert hopen dat hij zich maar zoveel mogelijk omdraait om wat meer achterkant te laten zien. Ja hoor, tuurlijk. Ja, een beetje butt. Lekker kontje. Ja, dan tuurlijk. Ik heb ontzettend veel fantasie en gewoon zoveel. Dat, ik bedoel, als ik niet zou tekenen, dan zou ik helemaal gek zijn geworden. Dus het verhaal is over een persoon dat heet Darksmaster. Het is ook een shapeshifter, natuurlijk. Hij is Darksmaster. Hij kan alles. Nou, afgekloven handen en zo. Gewoon verhalen. Dit is chaos. Kan je het volgens mij net een stukje van zien. Je ziet hem hier alleen van de achterkant. En hij is hier bezig momenteel hoor. Delen van de aarde te vernietigen. Er gebeurden hele erg gruwelijke dingen in, waarvan ik absoluut niet zou willen dat die in het echt gebeuren, in de buitenwereld. Absoluut niet. Maar, ik bedoel, ja, dit is mijn wereld, mijn fantasiewereld, zeg maar. Ik ben misschien als God in die wereld, zelfs weet je wel. Zelfs de meest ziekelijke fantasieën kan je ervan uitwerken. Ik bedoel, toevallig hebben er een heel hoop metal bands dan ook nummertjes geschreven voor, weet je, hard voor horrorfilms en dat soort dingen. En ja, dus enigszins verband ligt er wel. Waarom kijken mensen een horrorfilm? Het zijn gewoon, angsten en ja, daar gaan ze naar kijken. Dus een soort vermaak. En zo zie ik het eigenlijk in de muziek ook. Een soort bezwering van je angst. Ja, misschien wel. Het is misschien een beetje op een andere manier met je angsten omgaan. Oké, volgende nummer van de antichristelijke kankerboeren. Devil from God! You are the only one, no, you are the child, no,
Maar die passage over Satan, dat is niet echt duidelijk, moet ik zeggen. Was het gewoon juist anti-God? Ja, dat is natuurlijk een beetje zo'n satanistisch bandje, hè. Dat is niet begrijpbaar. Nou, het is geen satanistisch band, dat is het niet juist. Ze zijn juist alleen maar anti-christelijk en juist niet satanisch. Ja, goed, oké. Okay, Nou, of dit dan gewoon provoceren is of zo, ik denk. Zij staat open voor de verleiding gewoon en dat wordt dan als Satan afgeschilderd. En ja, het moet maar een naampje hebben. Nou, ik denk de meeste bands die hebben gewoon best wel een boodschap, die hebben best wel wat te zeggen. En ja, wij nemen deze muziek serieus. Wij willen er graag ook doorgronden. Ja, en ik kan er ook wat mee. Ik bedoel, als ik zelf weet, mee zit en denk van, hé, die lui die schrijven daarover. Nou, dat spreekt me nog aan. Waarom heb jij een omgekeerd kruisje? Ja, dat is een Satans kruis. En ik geloof meer in het satanisme en de duivels als in God. Want God denkt alles dat goed is. En als alles goed was, dan was de Golfoorlog en zo ook niet geweest. Ik bedoel, dus het satanisme, dat is iets meer... Ja, ik heb me er nog niet zo diep in verdiept. Maar... Onze boodschap is dus niet tegen Christus, hè? Youth against Christ? Ja, wacht eens even. Wat Christus, als die bestaan heeft, en zoals het in die Bijbel beschreven is, zoals die vent destijds over de aarde ging, is best wel tof, wel. Hij was een voorbeeld zoals je het moet doen. Alleen, nou, daar gaat hij diep, ja. In de realiteit, in het echte leven, zie je dat nooit. Er komt geen zak van terecht. En dat is onze boodschap. Ik denk dat hij eerder niet zozeer van zijn geloof afstapt, maar gewoon het instituut geloof van de kerk, zo maar zeggen, waar mensen ervan maken. Ik denk dat hij daar een beetje op afknapt. Bovendien is die zin volgens mij ook behoorlijk sarcastisch bedoeld als je kijkt naar You Have Been Infected eerst en daarna Your Dream of Christianity. Ik denk, dan ga ik eens een keer flink in dat nummer gewoon precies erover zeggen wat er staat en hoe ik erover denk. Maar goed, hoe ik het zie. Ik kan me vanuit zijn standpunt wel begrijpen dat hij het heeft over mensen die met de mond beleiden dat ze christen zijn. Maar in de praktijk, in feite, dat helemaal niet zijn. Er staat in de Bijbel natuurlijk nogal wat symboliek. Kan iemand ook een voorbeeld geven van symbolen of die wij nu nog tegenkomen in ons dagelijks leven? Het kruis. Het kruis. Ja. Wat geeft dat kruis dan aan als symbool? Ja, dat weet ik niet. Ik geloof. Als er in de Bijbel staat, je moet dagelijks je kruis opnemen. Wil dat dan zeggen, zoals in zijn geval, dat je dan allemaal een kruisje moet gaan dragen? Dus dagelijks je kruis opnemen? De ene broer van mij die was bij Youth for Christ. Ontmoette een goede vrouw. Ging gaan trouwen in de kerk. Voor het aangezicht van God. Op de knieën. En beloofde elkaar eeuwig trouw. En ze leefden nog lang en gelukkig. Tenminste, dat dacht ik. Toen hij een jaar of 5 was, toen zijn wij getrouwd. En ja, we hebben als het ware een beetje in de kost gehad. Veel met hem gesproken, veel met hem gedaan. En voor hem was dat toch wel heel erg belangrijk. Hij had ook een hele goede band met zowel mijn ex als ik zelf. Als je het nummer oppervlakkig leest, dan is het divorced. iemand wiens vrouw vreemd is gegaan. Ze zijn gezellig getrouwd en zo. En op een gegeven moment gaat zij met een andere vent vandoor. Maar wat hij ook zegt, is dat zij ontzettend gelovig was. En dat zij dan toch nog verkeerd gaat. Dus hij gebruikt het meteen ook om het geloof aan te vallen. Ze nemen 4 kinderen, zoals hij tegenwoordig zegt. En op een gegeven moment dan gaat de vrouw des huizes er vandoor met hoofd van een school en een bijbel. Omdat het een aantrekkelijke, mooie man is. Een mooie, nog een vlotte babbel en zo. Dat is een inspiratiebron geweest voor dat nummer. Wat mij ook wel een beetje aanspreekt, dat is het mensbeeld van veel heavy metal groepen, zoals het in tekst tot uitdrukking komt. Ik weet niet of u de Nederlandse geloofsbelijdenis kent, maar er staat in dat de mens geneigd is tot alle kwaad en tot niets goeds.
statisch. En dat is ook een beetje het mensbeeld van heavy metal groep. En ik geloof ook wel dat dat zo is. Dus ja, het is een soort gallig mensbeeld. De mensen die Altar kennen, wat vinden die ervan in Heidelberg? Ja, de ene zegt van, nou dat hoeft mij niet zo. De andere reageert heel heftig van, belachelijk en ga maar weg. En als je zo wilt gedragen, dan kom maar op hier. Gewoon als je als hardrocker met lange haren en een beetje donkere kleding aan en je loopt een beetje door de supermarkt heen en zo. Dan. Maar dat is ook, je vraagt er ook om. Ik bedoel, je hoeft er niet zo uit te zien, dat weet ik ook wel. Maar je wordt er wel aangekeken. En ik wil gewoon blijven wonen wel. En ik wil weer, maar ik wil wel blijven wonen op de manier zoals ik wil. Zoals ik ben. En zo zijn er veel meer hier. Van hem of van René. Kijk, ik kreeg rillingen van dat gitaarspel, maar ik vind wat hij zingt, ja, ik hoor een keer Jezus, hoor ik, maar ik let er helemaal niet op, ik let op die muziek. Ik vind het gewoon mooi. Of hij nou over Satan zingt, of over Jezus, dat maakt niks uit. Ik vind de muziek veel mooi. Vinden jullie allemaal dat die teksten niks uitmaken dan? Voor mij maakt het wel degelijk uit, ja. Ik denk dat het heel sluipend gaat. Bij mijzelf is het vroeger begon je ja, met rustige muziek en het wordt toch steeds harder. En op de duur kom je in de death metal en zo, maar ja, op de duur dan ga je ook echt luisteren naar de tekst en glij je toch steeds dieper in die afgrond gewoon. De afgrond? Ja, zo zie ik het wel. Het is allemaal negativiteit. Maar je kent de groep Altar? Ja, tuurlijk. Ben je een fan? Ja. Zijn hier nog meer fans van Altar? Ja, ook. Jullie alle vier. En wat vinden jullie waarover Altar zingen? Nou, ik vind de muziek mooi, maar waar ze over zingen, ja. Moet ze wel weten. Maar dat hoor je toch bij elkaar? Nee. Nou, weet ik niet, vind ik niet. Je hoeft niet naar de tekst te luisteren. Daar versta je toch al niet zoveel van, dus. Maar weet je waarover die tekst gaat? Ja, over de kerk. Tegen de kerk. Ja. Goed, hij ontkent zelf dat hij satanist is, maar de teksten die lijken er wel op. En of hij ontkent of niet, ik bedoel, de boodschap blijft hetzelfde en daar ben ik gewoon op tegen. Altar zelf heb ik nog nooit zo goed naar geluisterd. Maar ja, als ik dan een t-shirt zie met Youth Against Christ, dan denk ik, dan ga je voor mij wel een stap te ver. Dat wel. Ik vraag me af of jullie wel echt begrijpen hoe gevaarlijk het is. Want hun boodschap blijft toch negatief. Het geeft weinig toekomstperspectief. De wereld is een rotzooitje. God bestaat niet. Hè? Nou, dat de wereld een rotzooitje is, dat vind ik eigenlijk wel een beetje zo. Ja, maar dat is één kant. Nou, dat is één kant. Ik ging ook over dat de wereld een rotzooi is, maar ik geef er wel een antwoord bij. Er is wel hoop. En die wereldse death metal bands, die spreiden alleen maar wanhoop. Zingen. Ik wil nooit proberen om even om de lijn binnen te krijgen waar ik eventueel wil gaan zingen. Er moet nog een tekst opkomen. We zijn ooit begonnen zo van we gaan oefenen. Niemand had er echt wel grote verwachtingen van. Ja, dat het nou toch zo ver gekomen is. Hoe ver is het nu gekomen? Nou, dat we toch redelijk bekend zijn. Dat, mensen toch weten wat Altar is, wie en wat Altar is.
Ja, maar dat wil wel zeggen dat heel veel jongere mensen daar toch wel aanspreken. Een bepaalde doelgroep. Dus het leeft nog steeds. Zo'n cd van Alta, Youth Against Christ, verkoopt dat nou? Dat is dunnestrom. Als je het zo mag zeggen. Ja? Hij komt binnenkort eigenlijk ook in Amerika uit op grote schaal. Bij Massacre. En daar verwacht ik ook wel een 5.000 tot 10.000 verkopen. Dus jullie hebben nu een eigen label eigenlijk? Dat is daar eigenlijk uit een grapje is het eigenlijk voortgevloeid. Dat we toch wel iets zagen van wat wel of niet goed was en wat ook eventueel zou verkopen. Jullie kunnen daar niet van leven, want jij werkt gewoon in een platenzaak? Het is voor mij een hobby, het is gewoon een avontuur erbij doen. En veel in het weekend ermee bezig zijn. Maar... ja, in de hoop ooit nog ervan te kunnen gaan leven, maar dat is geen noodzaak. En een andere band die jullie getekend hebben, Celestial Season. Waarom hebben jullie daar een cd van uitgebracht? Nou, toen ik dat voor het eerste keer hoorde, vond ik dat zo'n... Die groove die in de muziek zat, die sprak me zo aan gewoon, daar ga je gewoon automatisch mee. Wat is dat, een groove? Dat is stuwende muziek waar je automatisch gaat bewegen. Je kan niet stil blijven zitten bij die muziek. Het eerste was een beetje onwennig. Ik heb nooit vergeten wie er ook of wat er ook omheen staat, dat je gewoon wel voor de muziek gaat. Ja. Dat is een beetje shy en een beetje, er komen weinig over ervan. Ja. Ik vond het tweede deel echt heel erg mooi. Ik hoor van mezelf. En soms klinkt het een beetje traag. Dat ligt helemaal niet aan het tempo. Oh. Als je... Terwijl ik het niet merkte, dat je naar boven gaat. Ja. Het blijft een beetje op je spiccato gecontroleerd letten. Misschien dat het ging piepen, maar... Mij gaat het over een persoon die gewoon van dag tot dag leeft en met drank en drugs misschien zijn ellende probeert te vergeten. Ik denk dat er toch gewoon twee personen bij betrokken zijn. Die zich terugtrekken in een droomwereldje voor hun twee. En dat blijkt ook niet anders te zijn. Ik vind wel dat die drunk veel harder had moeten. Ik vind dat wel functioneel in zo'n nummer. Maar dat is een beetje afgeleid. Het was een beetje gevoelig en een beetje... rustig nummer, dan moet ook niet zo hard overkomen. Dat steekt ook niet. Als je het op primetime draait, dan ben je echt de typische uitdrukking. Absoluut. Echt typisch, ja. Wel doelmiddel in de zin van we halen het positieve uit het negatieve. Dus de basis is wel negatief, maar wij proberen daar dus het positieve uit te halen. Dit vind ik gewoon ontzettend gaaf om te doen. En voordat ik hierin kwam, luisterde ik ook wel zeker naar metal. En ik ging ook naar hardcore cafés, hoe noem je dat, zoiets. lekker dansen en zo. Maar klassiek is toch wel... toch het belangrijkste, ja. Maar als jij op het conservatorium tegen je collega-studenten zegt, ik speel een metalband, wat dan? Nou, ze vinden het leuk voor mij, maar verder, ik heb wel eens gezegd van, wil je het horen, weet je wel? Nee, doe mij maar een moppie Bach of zo.
wat ik ken als heavy metal, vind ik afschuwelijk. Wat ze doet op zich vind ik heel goed. Ik vind dat zeker op concentreren met goede zaken, zoals je je horizon wat uitbreidt en niet alleen maar met die klassieke muziek bezig bent. Het is natuurlijk maar een klein gebied en hoe meer je daar buiten doet, dat vind ik alleen maar goed. Ik zie nog steeds de lol van muziek maken. En ik heb ook nog steeds een goed gevoel als ik op het podium sta. En mensen vinden het leuk. Zenuwachtig ben ik niet, maar ik word pas zenuwachtig als die zaal leeg is. Als het podium op moet. Dan word ik zenuwachtig. Want dan ga je dus aan jezelf twijfelen. Je ziet dus ook maar heel weinig heavy metal fans van boven de 3 of 24. Dus men houdt van dit muzikaal genre wanneer men een jaar of 16, 17 is. Maar wanneer men een gezinnetje gesticht heeft en een mooie baan heeft en een eigen huis, ja, dan voegt men zich weer in het bestaande patroon in, zou ik maar zeggen. Maar hoe lang kan je nou door het leven blijven gaan als een langharige hardrock muzikant? Omdat ik kaal word, denk ik. Dan is het weg. Dan is het kortharige hardrock muzikant. Als je haar eraf valt. Maar ja, ik weet niet. Ik heb nog geen intentie om mijn haar af te knippen. Maar ik wil wel muzikant blijven. Wanneer is nou je volgende optreden? Wanneer is mijn volgende optreden? Dat is een hele goede vraag. Wanneer ze me weer vragen, mijn band definitief na de audities compleet is. Maar hoe voel je het zelf dan? Ja, hoe vind ik het zelf? Als het aan mij ligt, dan is het beklonken. Voor mij is het is duidelijk, ik wil altijd al in een viermansformatie spelen met mensen die dezelfde invloeden hebben als ik. En, ja. Nou, kijk, als er een toertje komt, prima, dan lijkt mij 100.000%, natuurlijk. Ja. Maar in eerste instantie wil ik gewoon mijn aandacht aan mijn eigen band geven. Dat vind ik dus het belangrijkste momenteel. Nou, het lijkt mij verstandig om gewoon nog een keer af te spreken. Ja. Om eens een keer wat door te nemen. En dan uiteindelijk zeggen van... Ja, gewoon, maar dan ook alles, weet je, het financiële aspect. Ja, Jan en ik hebben allebei een baan. En voor ons is het geen probleem om een afstand te bereizen. Maar voor jullie kan het wel een probleem zijn. Ja. En dat geldt ook voor optredens. Doe je dat net zoals vroeger voor 250 gulden en een kis bier. Dat is over, dan ga je meer gewoon. Ik bedoel, je staat toch ook in het zweetje werken in de oefenruimte. De afstanden die je moet maken, moeten wel het kostenplaatje moet dekkend zijn. En het punt is hoe bekend je wordt. Ja, tot zover de blik achter de schermen van de heavy metal. Ik wens u een rustige nacht.